Hoe is het? Ik weet niet helemaal wat ik meemaak. Er wordt hier iedere keer verwezen naar dit gaan we in de formatie regelen. Welke formatie? Dit had al lang geregeld moeten zijn in een formatie. Een integrale aanpak voor die wooncrisis. Dat is er nu niet. En dat betekent dat het nu hier in het parlement moet gebeuren. Het is wel zo verfrissend, volstrekt in het openbaar. Dus geen enkele politieke partij, geen enkele fractie hier in het parlement moet zich erbij neerleggen dat er is gezegd de ruimte is 1 miljard euro. De ruimte is de hele begroting. En het is aan ons om daar dekkingsvoorstellen bij te zoeken. Er is gewoon een meerderheid om hier in het parlement, om de verhuurdersheffing niet een stukje te verlagen, maar om af te schaffen. Er is hier een meerderheid om meer te doen in de vennootschapsbelasting, dat grote bedrijven meer gaan betalen. Dekkingsvoorstellen genoeg. En dit is ook echt een oproep aan alle collega's. Als je je nu laat vastzetten op alleen maar 1 miljard verspijkeren in een begroting, dan heb je niks begrepen over de hele discussie over bestuurscultuur. Wij gaan daarover als parlement in wat we doen. En ik zou aan mevrouw Hermans willen vragen of zij er ook echt toe bereid is om dat echte gesprek met elkaar te voeren. Als het gaat over die verhuurdersheffing en dan helemaal. Als het gaat over het maximeren van die huren. We moeten nu stappen zetten, hoe ingewikkeld het ook is. En ja, dit hadden we veel beter met elkaar in alle rust aan een formatietafel kunnen bespreken. Die tafel is er niet. Het gesprek met ons is geweigerd. Maar dan doen we het nu hier in de zaal. Want Nederland kan niet wachten totdat wij het met elkaar eens zijn over aan welke tafel we gaan onderhandelen. Dan moet het deze Prinsjesdag gebeuren. Mevrouw Hermans. Voorzitter, uiteraard gaat de discussie hier over de totale begroting. De volledige begroting en alle posten en alle voorstellen die daarop staan. Er staat ook iets anders op die begroting. En daar mag u voorstellen voor doen en daar gaan we kijken of daar een meerderheid voor is. Daar hebben we debat over, daar spreken we met elkaar over. Het kabinet gaat reageren, dan gaan we de antwoorden wegen. Op die begroting staat ook een andere post en dat zijn die BIC-gelden. Daar stond eigenlijk een hekje omheen, laat ik het even zo formuleren. En dat is gereserveerd om iets voor het bedrijfsleven te doen. En wat wij nu zeggen is los van al die voorstellen die u mag doen, die de PvdA mag doen, die elk van de 19 fracties hier in de Kamer mag doen. Dat wij willen kijken, wij bereid zijn om het hekje rondom die BIC open te zetten en te kijken of we met elkaar een paar stappen kunnen zetten op onderwerpen, bijvoorbeeld die woningmarkt, bijvoorbeeld op die verhuurdersheffing, om voor 2022 iets te kunnen doen en dat niet verloren te laten gaan. En dat ontslaat u helemaal niet van de mogelijkheid, integendeel, om nog veel meer voorstellen te doen. Daar ga ik ook naar kijken, natuurlijk ga ik daar naar kijken. Maar u moet nou niet doen alsof ik met de handreiking die ik doe, alsof ik de suggestie wek dat het debat alleen maar daarover mag gaan. De heer Klaver. Het is niet uw geld. Het is niet het geld van de VVD. Het is het geld van ons allemaal. Het is het geld van de belastingbetaler. En dat is waar ik u op aanspreek. Kijk, wat ik waardeer aan u, en dat wil ik ook echt zeggen. Ik zie dat u hier nadenkt, dat u de hand reikt, dat u wil proberen om nader tot elkaar te komen. Dat waardeer ik. En dat gaan we de komende 2 dagen doen. Maar waar ik u op aanspreek is dat u zegt, er is 1 miljard euro en wij zetten dat hekje open. Dat is arrogantie van de macht. Wij zetten dat hekje open. Wij bepalen hier met elkaar hoe dat geld wordt uitgegeven. Dat is waar ik u op aanspreek. Het is niet aan de VVD om te bepalen waar we wel of niet uit die begroting over mogen spreken. Of u dat hekje wel of niet openzet. Dat hek stond wagenwijd open. Omdat iedere fractie hier zelf zijn oordeel moet vellen. Dat is nou de hele discussie over de nieuwe bestuurscultuur. Dat niet één partij kan bepalen wat we wel of niet gaan versleutelen aan de begroting. En dat moet de winst zijn van deze dagen. Want u begon met het vertrouwen in de politiek moet terugkomen. Absoluut. Dat moet doordat wij elkaar proberen de hand te reiken door inhoudelijk stappen te zetten. Maar ook doordat mensen in Nederland zien dat die Tweede Kamer een vuist durft te maken. Durft op te staan en ook tegen het kabinet durft te zeggen, dit is wat Nederland nodig heeft en dit is wat wij gaan doen. Hoe ingewikkeld het ook is, die besluiten nemen wij deze 2 dagen. Mevrouw Hermans. Voorzitter, ik kan niet vaak genoeg herhalen. Het debat gaat hier over de volledige begroting. En er gaat helemaal niet één partij over één bedrag. Het enige wat ik zeg, ik had hier ook kunnen gaan staan en die 800 miljoen of die 900 miljoen van de BIC helemaal verdedigen. Zeggen dat ik er niks mee wil doen. Wat ik wil aangeven is dat ik de hand reik aan iedereen om te kijken of we daar iets mee kunnen doen. Of we op de woningmarkt, of we voor defensie, voor het onderwijs, in de koopkracht. Ik kan 100 om, voor de zorg. Verzin maar de onderwerpen die we met z'n allen belangrijk vinden. Of we daar iets mee kunnen doen. Dat is het enige.
de enige handreiking die ik doe, of de poging tot een samenwerking te vinden hier. En de vraag die ik terugstel is, bent u daartoe bereid? Bent u bereid om met ons te kijken of we voor dat, het is niet gering hè, dat bedrag waar we mogelijk iets mee kunnen doen. Of we daar iets in kunnen vinden waar we ons met een brede reeks van partijen in kunnen vinden. Dank u wel. Mevrouw Ploemen, nee, ik, de interrupties in drie hebben we afgesproken. Ik ga eerst naar mevrouw Ploemen en dan mevrouw Marijnissen. Ja, voorzitter, het lijkt mij niet bepaald een gunst dat de VVD als grootste partij nu een heel klein...